plek 10 GroenLinks. Ja, dat lijkt niet genoeg te zijn, hè? Nou ja, dat is nog heel even de vraag wel, of dat wel of niet genoeg is. We weten ook de definitieve uitslag pas straks, maar we hebben natuurlijk wel deze verkiezingen verloren. Dus we zijn niet zo heel blij met deze uitslag. Nee, hoe is dit voor jou persoonlijk? Nou, ik stond vanochtend echt wel met een rot gevoel op. Ja, want het is natuurlijk nooit fijn om te verliezen. Nee, 4 jaar geleden stonden we terwijl we een grote meerderheid hadden gehad, terwijl we een grote winst hadden gehad. Dat was hartstikke fijn. Ja, dus ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik nou met zo'n heel goed gevoel uit bed ben gestapt. Ja, wij zijn natuurlijk verdrietig, maar we zijn ook strijdbaar. Want je ziet dat rechts heel groot is geworden. En dat laat, als je het mij vraagt, alleen maar zien hoe belangrijk ook een sterk GroenLinks is. Dus het maakt mij in ieder geval alleen maar dat ik denk, ja, ik wil door blijven strijden voor onze idealen. Want het is gewoon heel hard nodig.